Welkom bij Altivista en vandaag heb ik een speciale gast, namelijk Siem. Uiteraard, jullie kennen hem al, Siem is er en Siem is hier voor een speciale reden. Waarom doe jij met dit filmpje mee, Siem? Want in dit filmpje doe ik mee omdat direct dan laat ik ook Funkpop zien. Juist, ja. Siem had namelijk het hartstikke gave idee om een eigen filmpje te maken. Hè? Gaan we straks naar kijken, hierboven zie je al een heel kleine korte preview in het hoekje. Maar we gaan eerst gewoon een paar bestellingen weer openmaken. Ja. En daarna, dus allemaal blijven kijken, krijg je het hele speciale filmpje van Siem. Hè? Ik heb een tijdje terug heb ik mijn dorpscollectie, die ik ook spaarde, heb ik afgestaan aan niemand minder dan Siem. En daar heeft Siem een hele gave topvideo van gemaakt. Ja. Daar gaan we straks naar kijken. En we gaan eerst naar de eerste bestelling. Jij helpt lekker met me mee, hè? Ja. Nou, laat maar eens zien. Dit is trouwens deel 2 van een andere bestelling. Er zitten pops in die jullie al kennen. En welke zitten erin? Uitpakken. Kom maar eens eventjes, doe ik even met jou mee, een beetje voorzichtig. Want we moeten hier heel voorzichtig, die zijn namelijk heel goed ingepakt. Ja. En deze pops heb ik nou gekocht om een hele collectie compleet te krijgen. Even wachten, Siem, doe eerst eventjes. Ja, mag ik hem laten zien? Jij mag hem laten zien, natuurlijk. Kijk. Het is niemand minder als James Gordon van Gotham. Kijk eens aan uit deze serie. 6 pops in deze serie, even wachten, Siem. 6 pops, James Gordon. Uit de serie Gotham, nummertje 75. Ik wil ook even wat de achterkant laten. Ja. Hartstikke tof. Ja. James Gordon, nummertje 75 uit deze serie. We hadden er 3 van. Nou hebben we nummertje 4. Laten we volgende maar zien, Siem. Pak er maar eentje uit. Spannend, hè? De volgende is... Zal ik het zeggen? Nee. Mag jij het zeggen? Het is... Bruce Wayne. Bruce Wayne? Bruce Wayne. Het is Bruce Wayne. Nummertje 77. Bruce Wayne, also known as the Batman. 6 pops zitten er in de serie nog steeds. En dit is Bruce Wayne, also known as Batman. Zover pop nummer 2. Jij kunt niet wachten, hè? Doe maar snel de laatste pop dan. En hoe kan het zo kans? Welke is de laatste? Ja, als jullie nou weten welke rom in het set zit, dan kennen jullie hem al. Het is... Oswald Cobblepots. Kijk aan. Dat is de laatste. Ook meteen de duurste, nummertje 78. Ik ga je niet al te veel tijd aan besteden om deze serie helemaal nog een keertje uit te leggen en te laten zien. Want binnenkort ga ik een hele gave full set maken van al de Gotham Pops. Dus daarover gauw meer. Ja, Siem, en nou gaat het beginnen. Hè? Want we hebben nou deze 3 Gotham Pops gehad. En deze video hebben we speciaal ook opgemaakt, omdat we 2 hele speciale Funko Pops hebben besteld via de Funko Shop. Het zijn 2 echte kerstpops. Dus gauw meer, want we gaan eventjes kijken, want die kunnen we misschien wel eventjes uit de lucht laten vallen, hè? Ja. Ja, gaan we vast kijken. Kom eens aan. Wow! Altijd cool, hè? Dat is de eerste pop. We gaan eventjes wat ruimte maken. Dan zetten we deze even aan de kant. Daar is die schaaf, hè? Nou, wij weten al welke erin zit, hè? Want het is een stelling. Kun jij het al een beetje lezen hier? Is dat moeilijk? Nee, weet je wat? We doen het gewoon heel als verrassing, maken we het zo over. Dit is de eerste pop en het is... Ik vind het altijd leuk dat het in zo'n doosje zit. Ja. Jullie hebben misschien in een doosje al kunnen lezen. Het is niemand minder... Ah, het zit op zijn kop ook nog. Betty Boop! Mag je kijken? Ja, tuurlijk mag je kijken. Kijk eens! Betty Boop. En heel voorzichtig moet je mee zijn. Want deze is helemaal mint. Van de Funko Shop. Limited Edition. Kersteditie. Betty Boop. Nummertje 505. 11 Betty Boop. En Pudgy. Pudgy is het hondje. Doodje die kant in. Kijk eens aan wat een hele gave kerstpop is dit. Ja. Nummertje 505. Betty Boop. Is het cool als zien? Ja. Kijk eens, moet je kijken een keer. Heeft een heel klein hondje erbij. Dus eigenlijk zijn er 2 pops en 1 doos. En ze is verkleed als, als Santa's hulpje, denk ik. Hè? Als een kersthulpje. 11 Betty Boop en Pudgy. Heel erg tof. Echt leuk om er weer een echte kerstpop bij te hebben. De volgende. Waar zal de volgende weer vandaan komen? Zullen we maar weer even wachten? Huh? Daar komt hij aan. Oh, daar is hij weer. Het regent Funko Pops, Siem. Het regent Funko Pops. Hier komt de volgende aan. Kun je het lezen wat erin zit of niet? Dat is wel moeilijk, hè? Nou, ik zal alleen dit woordje, dat staat op Frozen.
Ja. Maar het is geen pop van Frozen. Daar komt hij aan. De tweede pop is... Kijk, heb ik hem nou wel recht? Ja, ik heb hem nou wel recht. Het is niemand minder als Chilly Willy. Heel veel mensen zeggen het helemaal niks. Chilly Willy. Ik vind deze echt heel gaaf. Dit is namelijk de Chilly Willy Frozen editie. Je hebt ook een normale Chilly Willy, de eet je pannenkoeken. Maar dit is de Chilly Willy Frozen, de Funko Limited Edition. Eigenlijk een speciale kersteditie. 485. Kijk eens hoe gaaf. Ja, ik ben ook benieuwd of deze licht geeft in het donker. Ik denk het niet. Maar je zou het haast zeggen. Zie je dat? Met wat glinsringetjes erop. Ja. 485. Chilly Willy. Chilly Willy Frozen. Gave pop. 485. Ja. En ook hier het stickertje. Hè? Heeft deze ook. Allebei gekocht via de Funko Shop, bij de Funko Shop. Funko Shop Limited Edition Chilly Willy. Frozen, echt heel gaaf. Dit zijn echt wel twee hele gaven. Ja. Ja, deze is niet echt een speciale kerstpop. Maar er zit wel de Kerst Limited Edition sticker op. Ja. Namelijk van de Funko Shop Limited Edition Ja. Is de sticker groen, rood, wit. En de normale Limited Edition zijn blauw-wit. En deze heeft er rood erbij. Hè? En die wil zeggen, en rood en groen, dat het een Kerst Limited Edition Ja. Is. Ja, en hij heeft ook een kerstmuts op. Heeft hij een kerstmuts op? Ja. Oh ja, ja, een soort sneeuw en een beetje een wintermuts eigenlijk. Ja. Hè? He, dit is een echte kerstpop. Dit is echt een winterpop. Maar ze zijn allebei twee kerstuitgaves. Ik moet wel bij zeggen, dit is van vorig jaar. In ieder geval 2019. 2019 zijn ook een paar hele gaves aan uitgekomen. En nu is het eigenlijk wel tijd voor gekomen. Hè? De tijd gekomen. Waar is het tijd voor? Voor mijn video. Oh, oké, gaan we aftellen naar jouw video? Ja. Oké. 3, 2, 1, actie! Hallo, welkom bij een nieuwe video van Simba. Ja, dit is het eerste filmpje van mij. Ja, en ik laat hele coole Funkpop zien. En kijk, dit is de eerste Funkpop. Is echt heel gaaf. Heeft niet heel veel bokstemmetjes, maar echt heel gaaf. Dit is de tweede pop. Die is ook heel gaaf. Van Disney en deze. Hé, er zijn twee dezelfde. Van Disney en van Disney. En daarom heb ik er nog twee. Ik heb een top 4 gemaakt. En deze. Die is echt heel gaaf. Het rood en geel. Rood en geel is ook heel mooi. En deze is echt heel gaaf. Ik lijk op een heks. Ja, en dit was mijn top 4. Ja. Doei. Zo, dat was de video. Ja. En, hè? Hij was gaaf, hè? Ja. Het was wel een kort videootje. Ja. Maar binnenkort gaan we nog wel eens een keertje zoiets laten zien. Ja. Goed, tot zover. Allemaal bedankt voor het kijken. Ja. Hele gave kerst voor iedereen toegewenst, hè? Ja. En wat moeten mensen ook alweer doen? Hieronder. Kun je abonneren? Ja. En op het belletje drukken. Ja. Op het belletje drukken krijg je altijd een melding. En ook op het duimpje. Die zie je hier. Het duimpje zie je daar. Omhoog. En, ja, dat zou het leukste zijn omhoog. Hè? Ja. Nou, dan zeggen wij allemaal tot ziens. Tot de volgende keer. Ja. En bedankt voor het kijken. Ja. En tot heel snel. Tot een nieuwe video. Groetjes. Ja. Groetjes. Doei. Doei. Doei.